Dit hier, dit is vandaag mijn werkterrein. Ik ga met Peter aan de slag op begraafplaats Zuilen. Hij is hoofdbeheerder van de begraafplaats. En welke taken er bij dat beroep horen, dat zie je vandaag. Want dit is Topjob. Veel plezier. Daar ga ik vandaag aan de slag. In these bodies we will live, in these bodies we will die. And where you invest your love, you invest your life. Ja. Heel goed. Goedemorgen. Hey, ik ben Marcia. Hey, ik ben Peter Luijks, beheerder van de begraafplaats Zuilen. En ik mag vandaag een dagje meelopen. Jij mag vandaag een dagje meelopen. Druk programma. We gaan een graf maken. Dus hier liggen je kleren klaar, dus je mag je eigen om gaan kleden. Nou, we gaan nu even onderhoud doen, de begraafplaats netjes maken. We gaan even hakken. Alles vuil hakken, dan kan het kapot gaan. Ja. Deze dan? Ja, pak maar. Dit is jouw kast ook? Ja, dat is mijn kastje. Je staat bij gereedschap. Iedereen heeft zijn eigen kastje hier. Ze kunnen, hebben ze allemaal hun eigen gereedschap. Een bladhark, schop, laarzen in de winter. Dat wil ik alles wat ze nodig hebben. En dit hebben we alleen niet meer nodig? Dit hebben we alleen niet meer nodig. Wat is het lastigste voor jou? Kindjes begraven. Dat blijft moeilijk. Onrealistisch. Oude mensen begraven is anders dan kinderen begraven. Kijk, op een gegeven moment krijg je een leeftijd, ja, dan ga je dood. Dan kun je niks aan doen. Dat krijgen we zelf ook. Maar kinderen is toch onwerkelijk, dat blijft. Als jij dan een graf klaarmaakt, dichtmaakt, ja? Wat denk je dan? Denk je daarover na? Of? Nee, daar denken we niet over na. Dus gewoon, ja, het is in principe ons werk en dat moet ook, denk ik. Ook om het vol te houden natuurlijk, want als je bij iedereen die je begraaft, als je erbij na gaat denken, dan neem je te veel mee naar huis, denk ik. Dan krijg je het niet van je af. Je moet het los kunnen laten, denk ik, want morgen is er weer een nieuwe dag. Ja. Ja, dat is waar. Waar komt dit eigenlijk allemaal vandaan? Nou, is er ooit, we hebben dit zelf ontwikkeld en aangelegd met onze jongens. Dan is er één kindje begraven en die heeft één zo'n windmolentje in de boom gehangen. En iedereen is dat gaan volgen. Dus als je hier komt en het is een beetje een winderige dag, dan hoor je al die belletjes hier. Dat is wel leuk eigenlijk voor die kindertjes. Ja. Ja. Precies. Dus bovengronds begraven. Dan word je begraven in een betonnen koker, zeg maar. Dan wordt de kist ingeschoven. Dan gaat er weer een betonnen plaat voor en dan komt er een steen voor. En hoe kwam je daar zo bij? Ja, iedereen wil boven. In het buitenland is heel veel bovengronds begraven. Maar wij in Nederland herkennen ze dat eigenlijk nog niet zo. En nu moeten wij hier tussen onkruid gaan wieden? Ja, je zal hier links-rechts van onkruid. Dus wel een speciaal plekje op de begraafplaats die we proberen mooi bij te houden. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ja. En ook in pak? Ja. Ben je hartstikke knap, Peter. Nou, dankjewel. We hebben even een kleine metamorfose doorgemaakt. Waarom? Dat hoort zo. We gaan nu even een graf uitzoeken met de familie. Die komt zo hier naartoe. En die wil een plekje uitzoeken voor de dierbaren. Die is pas overleden. Peter Luijks, begraafd van Zuilen. Gecondoleerd met het verlies van uw vader, meneer Van Ende. Ik heb Marcia loopt vandaag mee. Gecondoleerd.
Lend me your hand and we'll conquer them all. But lend me your heart and I'll just let you fall. Heeft u al iets over nagedacht wat u graag zou willen? Nou, ja, ik heb er wel over nagedacht. Het lijkt me wel mooi om niet gewoon dichtbij een boom, een redelijke boom of grote boom. Ja, maar ik kan, dat is geen probleem. Nee, ik vind aan de padzijde vind ik wel prettig. We plaatsen nu even een bordje gereserveerd. Oh, ja. Oké. Nou is de bedoeling, hè, Masje, ja, dat je mij bijhoudt. Ja, ik hoor jou ook al zuchten en steunen. Ja, dat is de leeftijd. Ja, dat wil ik even wissen. Ja. Dan kan ik eventjes dit zo. Ja, dat gaat ook wel leuk zo. Ik ga even helemaal naar binnen, zie je dat? Ja. Is dit al diep genoeg? Nee, dat is nog niet diep genoeg. Moet ongeveer 1,10, 1,20. En waarom moet is ongeveer dat... 60 centimeter aarde op de kist komen, volgens de wet bepaald. Oh, oké. Okay. Dus dat is allemaal vastgelegd. Ah, dat is ik. Ja. Oké. Okay. We gaan even door. Weet je wat ik wel gek vind, Peter? Dat ik hier bijna bij de buurman eigenlijk zit. Vind jij dat niet gek? Vind je dat eng of wat? Nee, ja, eng niet, maar dat ik weet dat ongeveer hier zo misschien... Ja, ja, wij zijn er gewend, denk ik. Daar kijk ik er niet meer van op. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Nou, van tevoren had ik bij een grafdelver best wel een bepaalde associatie. Zo van eng, tussen al die graven. Maar als ik hier nu zo aan het werk ben, totaal niet. Het is heel, ja, vredig. Relaxed. Ja. What do you think I see? I see a band of angels and they're coming after. De familie heeft nu afscheid genomen. Die hebben de kist hier neergezet. En nu is de bedoeling dat wij de kist laten dalen. Nou, het gaat weer gaan sluiten. Op een nette manier. Can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Maar doe jij voor jezelf dan nog iets, als de kist erin ligt? Nee, of daar sluit je helemaal voor, ja, af? Ja. We gaan gewoon nu zand eroverheen en het graf netjes afwerken. Meet me, Jesus, meet me. Meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road.
And mama, you know that I'll be there. Peter, de dag zit erop. Ja. Hoe vind je dat ik het gedaan heb? Nou, ik vind dat je hebt goed meegewerkt. Dus heb je het ook een keer beleefd om iemand te begraven, zeg maar. Graf te graven, iemand erin te zetten en dan vervolgens het graf te sluiten. Ja. Dus nee, prima. Hey, mij viel het op vandaag dat het gewoon eigenlijk wel heel fijn rustig werk is. Ja, over het algemeen is dat ook zo. Waarom is dit werk voor jou een topjob? Toch om het laatste voor de mensen te kunnen doen, denk ik. Dat is toch een fijn gevoel dat je daar je bijdrage aan kan leveren. Ik vond het tof dat ik vandaag met jou mee mocht kijken. Ja. Dit was Topjob, dames en heren. Jongens en meisjes, ik wil jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Stijnt. Ja. Ja, mooi. Dan gaat Daan wat doorfilmen voor de aftiteling. Oké. Maar dat doen wij niet aan mee, Peter. Nee. Oké. Okay.